Zo zijn ze halverwege de laatste bocht. En nu zet hij de aanval echt door. Hoetman Amour aan de buitenzijde is naast de koploper gekomen. Uitgeschakeld nummer 2. Veetveen op zijn rug. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Leiding nu voor Hoetman Amour. Hoetman Amour heeft overgenomen. Veetveen aan de buitenkant probeert hem bij te houden. Aan de relingzijde Francisca HPK. Gaan op weg naar de streep. Lengtevoorsprong voor John de Leeuw. En dan zeggen wij altijd, go baby, go, go, go. Hoetman Amour wint hem helemaal alleen. Tweede plaats is voor... De vier, en dat is Veenven. En derde aan de buitenkant was Irish Steel. Vierde plaats Francisca HPK. Kijk John, het zag er dan nog best ingewikkeld uit met Hoetman Amour. Is dat alles in het dode spoor? Ja, maar het tweede spoor is in ieder geval al een stuk beter als de binnenkant. En hij heeft natuurlijk een vrij makkelijke loop. En ik nam geen risico, ik had veel over. Ik heb twee keer natuurlijk op duimdicht, ging niet voorrijden heel goed. En in de koers viel het tegen zonder ijzers. Maar hij staat hem weer op zijn oude beslag, dus het ging weer perfect. Maar eerst gaan we een mooi applaus geven voor John de Leeuw en Hoetman Amour. Start is gevallen. Paarden zijn weg. Mooi met z'n zes op één lijn. Maar dat duurt nooit lang in een koers. Van de buitenkant komt Francisca HPK. Die wil de kop wel hebben. Maar Downtown Susie is sneller. En Downtown Susie heeft de kop. Francisca HPK ligt tweede. Derde daarachter aan de relingzijde. Loopt het gaatje gelijk dicht. Irish Steel met Frank Westerveld. Zo gaan de paarden de bocht in. En dan wil Francisca HPK graag inparkeren. Daar werkt Frank Westerveld aan mee. En dan past dat allemaal precies. Paarden gaan de eerste bocht nu in. Leiding in handen van Downtown Susie. Daarachter Francisca HPK. Irish Steel maakt zich heel erg scheef in die bocht. Maar Westerveld krijgt hem er wel doorheen. Slechte nieuws is, er komen nog drie bochten. Daarachter liggen nog drie paarden. Aan de relingzijde is Farouche Meadow onderweg. Daarnaast ligt in het tweede spoor Hoetman Amour, de favoriet. En achter Hoetman Amour gaat als een schaduw mee. Maar die schaduw die moet ook een beetje inhouden, want Hoetman Amour heeft niet zo'n haast. Dat is Veenven. En Veenven ligt op dit moment zesde en laatste. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Downtown Susie aan de leiding en John de Leeuw in de start van het veld. Die heeft geen haast. Hij weet ook dat Downtown Susie waarschijnlijk niet zal afgeven. En dus wacht hij nog even met zijn aanval. En dan gebeurt er ook helemaal niks in zo'n veld. Deelnemers gaan de volgende bocht opzoeken. En de leider is nog altijd Downtown Susie. Daarachter op plaats 2 Francisca HPK. Dan Irish Steel met aan de buitenkant daarnaast Hoetman Amour. Dan Veenven die meeschuift op de rug van John de Leeuw. En laatst aan de relingzijde is Farouche Meadow. Paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. Straks nog één ronde te gaan. En Downtown Susie nog altijd met een lengtevoorsprong. Downtown Susie, daarachter Francisca HPK. Buitenkant komt Hoetman Amour ietsje dichterbij. Daarmee gaat Veenven, daarachter aan de relingzijde. Gaat ook nog makkelijk mee. Irish Steel, ik wou zeggen Happy Steel. Maar er zijn een hoop steelpaarden, maar dit is Irish Steel. En daarachter op de laatste plaats Farouche Meadow. Nu gaat het tempo duidelijk omhoog. Kooijman denkt laatste kilometer, dan gaan we even gas geven. En dat doet hij met Downtown Susie. Downtown Susie, daarachter Francisca HPK. Hoetman Amour gaat nu ook voluit. En daarachteraan gaat Veenven. Daarachter aan de relingzijde Irish Steel in zijn niet bepaald favoriete bocht. Maar daar gaat hij nu wel beter doorheen dan de vorige keer. En twee lengte daarachter Farouche Meadow. Laatste keer in de rechte lijn overzijde. En nog altijd anderhalve lengte voorsprong voor Downtown Susie. Downtown Susie, daarachter aan de relingzijde volgt Francisca HPK. Buitenkant Hoetman Amour. En de Leeuw is wel degelijk aan het werk, maar hij loopt geen meter in op dit moment. Veenven ligt daarachter. Dan aan de relingzijde Irish Steel. En drie lengte, vier lengte achterstand nu voor Farouche Meadow. Nou gaan ze op weg naar de laatste bocht. Laatste 500 meter. Nog een poging van Hoetman Amour aan de buitenkant. Nu komt hij wel wat verder. Nu gaat hij naar plaats 2 en zo gaan ze de laatste bocht in. Downtown Susie leidt. Hoetman Amour plaats 2. Derde plek aan de relingzijde is voor Francisca HPK. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. En nu zet hij de aanval echt door. Hoetman Amour aan de buitenzijde is naast de koploper gekomen. Uitgeschakeld nummer 2. Veetveen op zijn rug. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Leiding nu voor Hoetman Amour. Hoetman Amour heeft overgenomen. Veetveen aan de buitenkant probeert hem bij te houden. Aan de relingzijde Francisca HPK. Gaan op weg naar de streep. Lengtevoorsprong voor John de Leeuw. En dan zeggen wij altijd, go baby, go, go, go. Hoetman Amour wint hem helemaal alleen. Tweede plaats is voor...
De vier, en dat is Veenven. En derde aan de buitenkant was Irish Steel. Vierde plaats Francisca HPK.